Straks op de wegwedstrijd haal ik jou in. Pittig, ik hoop. Ja, top 5 hè. Denk ik net zo goed doen als jou. We hebben een speciale gast in onze bus. Hey Joek! Mag niet. Mag niet van Ger. De zusjes Marcus fietsen letterlijk achter elkaar aan. Waarbij het voordeel nu uitvalt voor de oudste, Rianne Marcus. Goedemorgen, ik ben vanmorgen bij de masseur geweest. Lekker bijgekletst met Mel, gemasseerd, klaar voor het enkele tijdrijden. Ik ben nu met losfietsen, 1,5 uur, want woensdag is de tijdrit. Zoals jullie weten ben ik natuurlijk heel veel weg van huis en dat betekent dat ik heel weinig tijd heb om mijn eigen tuin bij te houden. Ik vind het heerlijk om in de tuin te zitten. We hebben natuurlijk een lekkere lounge en zo, maar ja, het is allemaal een druif en een appel. Maar het is gewoon allemaal nog een beetje een oerwoud hier en georganiseerd. Maar, kijk, mijn ouders wonen natuurlijk hier, dus hier hebben we nu zo klimop. En hier hadden we 3 delen schutting staan. En die is mijn vader voor me aan het weghalen, want dat wilde ik graag. Ik wil wel groen hier tussen houden, zo een beetje plantjes. En nu is vandaag het laatste deel eruit gegaan. Ik heb nieuwe planten gekocht. Onder andere deze 3 struikjes lavendel. Die heeft mijn vader er net neergezet. Kijk, en een frambozenplantje. Dus die komen nu hier te staan. Die frambozen die moet dan dus iets hoger worden. En er komt hier nog een boompje, die heb ik ook gekocht. Dat is deze, een kruisbes. Dus die gaan we ook neerzetten. Pap, goed bezig. Het wordt langzaamaan wat, hè? Ja, het is net als met wielrennen, hè. Blijven drinken, ook je plantjes. Spullen aan het pakken voor het enkele tijdrijden. En dat ziet er als volgt uit. Wassen, kleren die ik aan doe, zometeen, korte broek, t-shirt. Eerste setje voor vanmiddag voor de training, korte broek, sport-BH, t-shirt, sokken. Morgenochtend tijdens de herkenning, korte broek, sport-BH, t-shirt, sokken. Mijn tijdritpak, lange mouw, heerlijk zweten, handschoentjes, overschoenen, zomersokkie, een sport-BH. Washandje, een paar sweatshirtjes, bodywarmertje, sokken, herstelkousen, voor na de wedstrijd t-shirt. Ondergoed. Hier zitten speldjes in en mijn petje en alles van de ploeg. Brandy slippertjes gaan mee natuurlijk. En mijn tas, maar die is nog leeg. Klaar voor het NK tijdrijden. We zijn aangekomen in Ede. Ik ben samen met Sven in een hotel vannacht voor het NK tijdrijden. En we gaan nog even een keertje het parcours rijden. Ik ben benieuwd. Ik ook. Het is heet. Ik hoop dat het morgen wat ietsje koeler is. Ik denk het niet, maar... Etenstijd. Dit is echt erg. Die 2 tokkies die gaan gewoon nu op hun badslippers naar het restaurant. We zijn er klaar voor vanmorgen. We hebben alles voorbereid. We hebben lekker samen gegeten. We hebben even Love Island gekeken. En ja, de spullen liggen klaar. Kan eigenlijk niet meer misgaan. We hebben het parcours verkend. Slapen naast mijn fietsje. Dromen over je vriend. Ja, mijn grote vriend factor. Nou, wat rust jongens. Tot morgen bij de tijdrit. Goedemorgen. Ik heb lekker met Fem ontbeten. En ik ben aangekomen bij de koers. Ik ben in de bus. Een hele lege bus. Kleedkamer. Zometeen om 10:30 wordt het parcours afgesloten voor de belofte. Dus ik ga nu snel nog even een rondje doen op het parcours. Waarom nog een keer? Omdat het over een N-weg gaat. Daar mochten we natuurlijk niet op verkennen. Dus ik kan nu pas eigenlijk echt de verkenning doen. En ik ga even kijken hoe de hekken staan bij de bochten en zo. Dus even een rondje doen. En dan nog even chillen. Rugnummertjes spelden, klaarmaken, etc. Nederlandse Loterij NK wielrennen. Nu op het startpodium dus met Rianne Marcus. En daar dus voor Rianne. En voor weggeven, ook zij weet dat er 1,8 kilometer rit aan haar. Goed zo, nou dat ritme opzoeken, hè? Kom op. Hele goede cadans, Rianne. Heel goed. Houd dit vast, hè? Kom op, hè? Heel goed, Rianne. Kom aan, hè? Houd die cadans en waar het kan, schakel je bij. En als het niet kan, is het prima. Kom op. Oké.
Oké, even een beetje snel, maar ik ben gedoucht. Ik ga zo meteen even vertellen hoe het is gegaan. We zijn onderweg naar huis en ik ben echt super, super, super blij. Vandaag was natuurlijk het enkele tijdrijden. En ik ben 50 geworden. Ik had gehoopt van tevoren, of nou, ik had gedacht dat ik ergens tussen plek 5 en 10 zou kunnen eindigen. En het ligt een beetje aan de vorm van de dag, van mezelf en ook van de anderen, hoe dat zou zijn. Maar ik heb gewoon echt een super goede tijd gereden, kan ik wel zeggen, denk ik. Annemiek won, Ellen van Dijk tweede, Anne van den Brecht derde, Lucinda Brandt vierde. Ik zit een minuut achter die laatste drie, dus daar kan ik alleen maar tevreden mee zijn, denk ik. Daarna hebben we nog eventjes bij Koen gekeken, Koen Bouwman. Het is nog 30 seconden tot de start van Koen. We zijn er bijna, daar is het pony. 30 seconden, nou dat halen we. Kijk, daar staat hij hoor. Dat is de topper. 10 seconden nog voor het podium, Bouwman. Hoe ging het? Pittig, ik hoop ja, top 5 hè, dat ik net zo goed doe als jou. Dat is een mooi doel. Ja. Staat nu tweede hè, Lar? Tweede tussentijd. Ja, eindtijd. Eindtijd. Sebastian Langveld, goed eind. Goed. En die deed ook goed. Die is vierde geworden, dus daar ben ik ook heel trots op. En, Fem, ging het bij jou? Iets minder, maar ik was bij het keerpunt en toen zag ik Rian al komen. Toen dacht ik, shit, ik moet doorrijden. Dus mijn tweede deel was wel beter. Maar, lekker wedstrijdje. Fem, hoeveel minuten start je voor me? 3 of 4? 4, hè? Ja, ik denk 4 minuten of 3 minuten. Ja, 4 denk ik. Ik weet het niet precies, maar ik heb Fem ingehaald in de tijdrit. Ja. Straks op de wegwedstrijd haal ik jou in. We zijn onderweg naar huis. We gaan vanavond lekker pizza eten om het te vieren. Want ja, ik heb een doel gehaald. En daar moet je altijd even bij stilstaan, vind ik. Dat moet je vieren. Je hebt de hele tijd gefocust. Hard gewerkt hier naartoe. En dat gaan we vanavond dus even vieren met papa, mama, Fem en ik met pizza. En we gaan een ijsje halen bij de Vinci, denk ik. Ja, warm genoeg voor ijsjes. Ja. Het volgende doel is natuurlijk zaterdag het NK. NK op de weg. Ik ben lekker laat wakker geworden vandaag, 20 minuten over 8. Dus wel lekker geslapen. Koch is eruit niet in slaap komen. Ik was een beetje enthousiast. En dat komt omdat ik natuurlijk gisteren 5e ben geworden op de NK. En dan had ik van tevoren een soort van niet van durven dromen. En toch gewoon een mooi rijtje. Annemiek, Ellen, Anna, Lucinde, Rianne. Dus ik ben wel trots. Hoe voelt het nou de dag na het NK tijdrijden? Het was 32 kilometer, 31,8 eigenlijk. En ik heb echt pijn aan mijn hamstrings. Echt niet te doen. Ik heb hier pijn in mijn schouder, zo. Omdat je toch zo'n beetje gek met je hoofd zit in de tijdrit. En ik ben wel echt moe. Ik heb vandaag een rustdag. Ik ben lekker thuis. Ik ga even 1,5 uur losfietsen. Ik moet de vlog nog maken. Dus ik zit klaar op de bank om dat eerst even te gaan doen. Oh, sorry. Dat bedoel ik dus met moe. Maar eerst eens even die vlog. Ik denk dat het ongeveer nog 2 uur werk is. Nou, het is nu 10:15, dus snel aan de bak. Een hele goede middag. We zijn in hotel Giesling. Vanmorgen heb ik heel snel mijn spullen gepakt. Zijn we richting Ede gereden. In Ede hebben we de verkenning gedaan van het NK. 2 rondjes, 50 kilometer. Wat vind je van het NK-parcours, Eve? Ik vind het nog niet eens super saai. Iedereen vindt het maar stom en saai. Maar ik denk dat er best wel...
Wat wel een leuke koers gaat worden. Wat verwacht je dat er morgen gaat gebeuren? Gaan we een massasprint krijgen? Of gaan we een klein groepje naar de meet krijgen? Ik denk klein groepje. Of iemand solo. Maar geen grote massasprint. Oei, oei, oei. Daar ben ik blij mee. We hebben de voorbesprekingen op zitten. Het komt erop neer dat we graag een pittig koersje willen. En Eve, wat zijn we aan het doen voor we gaan slapen? Voetbal kijken. Wat rust, hè, jongens. Morgen die day. Goedemorgen. Zaterdagmorgen. De dag van het NK. Ik heb mijn kapsel hitteplan bestendig gemaakt. En we hebben ontbeten. Havermoutje zit erin. Koffietje. Lekker bakkie. Eve. Goeie koffie hier. Goeie koffie. Even drie bakken erin geknikkerd. En we zijn er klaar voor, jongens. Ik heb mijn tas gepakt, mijn spullen. En ja, ik zit eigenlijk te wachten. Even is lekker een boekje aan het lezen. Even welk boek ben je aan het lezen? Het beest. Het beest. We zijn aangekomen in Ede en dit is ons wagenpark. De auto's, drie auto's. De bus waar onze kleedkamer, douches, toilet, banken, alles is. We hebben een speciale gast in onze bus. Hey Joek! Mag niet. Mag niet van Gerben, maar Gerben kijkt de vlog. Onze wedstrijdsfietsen zijn klaar. De VIP-ruimte. We hebben hier een scherm. En als allerlaatst hier de auto en de truck. Yes, we zijn er klaar voor. Let's go! En aan de voorkant demarrage. Je zat te ploegen. We moeten de handen in één slaan. Kom op, hè. Goed zo. Lebrie! Lebrie! Oké! Oké, zo dood! Lebrie! Zusjes Marcus fietsen letterlijk achter elkaar aan. Waarbij het voordeel nu uitvalt voor de oudste, Rianne Marcus. Goedemorgen! The day after. We zijn lekker uitgeslapen met z'n allen. We hebben lekker ontbeten. En ik ga nu even het NK terugkijken met Pam. Ga je meekijken? Yes. Sorry alvast voor het dichtrijden van je gat. Ik wou net gaan zeggen, want in de tijdrit heb ik natuurlijk Fem ingehaald. En toen zei ze na afloop... Maar ik heb Fem ingehaald in de tijdrit. Ja. Straks op de wegwedstrijd haal ik jou in. Ja, ik pak je terug op het NK weg. Nou, dat is gebeurd. We reden met achteruit en deze meid was met de ploeg op kop aan het rijden. Maar uiteindelijk, uiteindelijk kregen jullie het niet helemaal, of bijna helemaal dicht natuurlijk. En toen sprongen er anderen over en toen bleef de groep weg. Ik zat er toen doorheen, dus ik moest lossen helaas. Ik had niet echt een super goede dag om eerlijk te zijn, dus daar baal ik wel van. Maar ik ben wel heel blij dat ik degene was die de demarrage maakte, wat uiteindelijk de kopgroep werd. En aan de voorkant, demarrage. Je zat te ploegen. Moeten de handen in één slaan. Teamgenoten van Marianne Vos. Ook zij hebben de opdracht gekregen om de koers hard te maken. Toen zaten uiteindelijk Evie en Marianne voorin. En Lorena die heeft uiteindelijk de rode en blauwe trui gepakt. En wij werden tweede. Winnen team! Super bedankt voor het kijken weer bij deze vlog. En... ik wil nog even zeggen dat ik het echt super tof vind dat een aantal mensen komen naar mij toe als ze me zien. En ze geven aan dat ze de vlog kijken en dat ze het leuk vinden. Ik vind het echt super leuk dat jullie naar me toe komen en het vertellen. Dus van de week zat ik bij de tijdrit en toen was er een meisje wat voor mij startte. En die zei, oh, ik vind je vlog zo leuk. Ja, het is echt leuk om te zien hoe jij het beleeft en zo. Ik vind dat gewoon super leuk om te horen. Dus allemaal bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie volgende week mee gaan kijken tijdens de Giro. Dan moet het nu onderhand ook wel gaan gebeuren.
Van Dijk is ook meegesprongen. Ellen van Dijk hier, tweede positie. Blaak nog eens een keertje bij. Makai kop. En ja, Parkhotel zit er niet bij.